Angeline. En ik heb wederom voor het blad Amigurumi een artikel geschreven. En dit is Amigurumi nummer 7. En ik heb geschreven op bladzij 66. Daar begint hij. De Amaryllis Girl. En ik heb haar gehaakt met garen van durabele korrel. En wil ik jullie meteen even als tip meegeven. Dat ik dus altijd een draadje van de kleur om het labeltje doe. Zodat ik ook weet welk kleurnummer wel bij elkaar hoort. Zodat je dus, mocht je wikkel van je bolletje afgaan, je het altijd weer terug kan vinden. Ik ga uitleggen hoe je de vaste kan haken, zodat de steken strak boven elkaar komen. Ik haak normaal gesproken, haak je vaak de vaste zo, op deze manier. Maar als je de vaste anders haakt, dus dan de haaknaald over de draad heen legt, dan er doorheen trekt, een omslag maakt en er weer doorheen trekt. Dan komen ze namelijk heel mooi strak boven elkaar. Dus over elkaar heen en er dan doorheen trekken. En dan zul je zien van dat... Het gaat nu een beetje lastig, want het is ook maar een proeflapje. Maar het hoort ook bij foto nummer 1 en 2. Bladzijde 68. Kunnen jullie die twee zien? En de foto spreekt er wel voor zich. Maar je kan nu ook zien dat je een soort van kruisje krijgt. Dus de steken komen, de onderste rij heb ik gewoon een vaste gedaan. En de bovenste rij heb ik de vaste gedaan. Dus met de naald over de draad te halen. Dus nogmaals, insteken. De haaknaald gaat over de draad heen. En dan krijg je ze mooi strak boven elkaar. En dit wilde ik graag met jullie delen. Heel veel succes met mijn Amaryllis Curl. En mocht je vragen hebben, weet je me vast te vinden. Tot ziens!